welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Hilde Reeves. Samen zoekt nog haar naam, Bea. Nee, die staat niet aan het raam. Dus zij komt zelfs ook nog in mijn vlog voor. Ik ben nu onderweg naar mijn maatje toe, Chris. Dus richting Antwerpen. En dan terug richting hier naar Alleke toe. En dan morgen weer richting Antwerpen. En dan terug richting Alleke. Maar zelfs als ik Chris heb opgehaald, dan gaan we ook nog door naar de Atte Corner toe om de bestellingen gaan te halen. Deze. Ja, het wordt nu nog even goed door richting Antwerpen. Een paar kilometer weer al op mijn teller. Maar het is nog vroeg, het is 8:30. Dus het komt allemaal wel goed. Dus er staan redelijk wat verrassingen vandaag op het programma. Zo wil ik Tamara, Mano, de dochters en de zonen komen ook af. Blokkeren ze dadelijk de ganse straat bijna. Maar ja, ik ga jullie laten nu. Ik ga nu concentreren op de baan en dan kan ik ook nog weer wat muziek luisteren. Hè. Dus op mijn SD-kaartje. Allee, zal ik dus. Oh yeah, come on! Welkom op de vlog! Mika! Ben nog altijd onderweg naar Kreesje! Ja, wat komt er dan? Ben je haar verjaardag zo goed inzetten? Hoi, 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 hoi. Bam, 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 bam. Hey, yeah, 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 yeah. Stop, beat me up. Thank you.
We zijn hier aan de ontbijttafel aangekomen. Ik, Chris en mijn schatje. Voilà. En ik moet toch eens regelmatig naar boven gaan om haar gsm dan wel leeg te maken. Omwille van, ik ga met haar gsm filmen. Omwille van, mijn gsm heeft nog maar 34% batterij. En we willen toch wel de dag wel heel mooi op beeld krijgen. Toppie! Er klaar voor, schat? Oei, ik zie ze knikken. Nee. Ik voel me echt lastig. Oei, schatje. Dat ik dan in één keer zweetaanvallen krijg, dan weer niet, dan weer wel. Krijg je nu een zweetaanval? Ja. Oei. En ik heb het nogthans koud. Het valt nog mee. Dat doet ze graag, hè. Vandaag mag ik hierop hebben. Oei. Vertraging op een pakske. 5 minuten. Op een pakske? Ja. Op uw verrassing. 5 minuten vertraging op. Dames en heren, we gaan nu Bea naar buiten toe voor haar verrassing. Ze is geblinddoekt. Met een mondmasker, ja. We gaan met de lift. Ik ga gewoon met de trap toe. Pas op. Daar komen ze. Terug uit de lift. Ja. Komt u maar. We gaan dan gewoon daar op de hoek staan. Daar op de hoek. Ja, dat is... Oké. Oh, die wind is te goed. De verrassing is bijna daar, kom maar. Ja. Blijven staan. Ja, en nu een klein beetje draaien naar de binnenkoortje toe. Ja. En doe je blinddoek maar af. Oh nee. Hi, man. Dat is jouw verrassing. Dat is nou jouw verrassing. Wij zouden komen. Gaat het, schat? Ik had dat zo voorgevoeld dat de mannen zei, ja, man, nou, je hebt ook een verrassing voor mij. Ja. Ik heb het moeilijk zeggen, want dan waren we net toevlegen. Dat is wel waar. En dan nog gisteren nog gezegd zo in de chat van, oh, we moeten toch nog eens afspreken, hè. Hallo. Oh, maar je kan ook zo goed tekenen. Ik ben jaloers. Oh, zo lief. Ja, ik heb dat in mijn hand pas tekenen. Nee, is het nu bij jou? Nee, dat heb jij geopend. Is het papa zo? Nee. Ja, ik ben iemand die dat perfect wil doen. Oh, nee. 2 hours later, zo gelijk een SpongeBob. Oh, een kleurboek. Extra Oh, die doet echt leuk.
Oh ja, daar ga ik mijn plezier in hebben. Hier gaat van de hele dag niet meer buiten komen. Nee, deze heb jij van mijn papa en mama, dus van opa en oma. Oh, la la la. Ik ben benieuwd, want die kennen mij niet zo goed, hè? Nee. Maar jij hebt vast wel tips gegeven. Oh, dat is een... Dat is fijn. Ja, die geur komt terug, je ruikt dat terug. Is het een goeie geurtje? Ja, ik cool. Oh ja. Mijn schatje gaat weer al goed ruiken, mensen. Dat mag je ook in de pas gooien. Allee dan. Anders waait dat weg. En de laatste in de zachte. Oh, ik ben echt... Ik heb dat echt niet zien aankomen. Die gaat vannacht goed slapen, ze. Oh, mijn. Ja, zeker nu dat ik het gezien heb weer. Dat had ik echt niet zien aankomen. Ja, nu ga ik het gewoon kapot scheuren. Ja. Nog een kleurboek. Twee slapen. Jij gaat mogen kleuren, schat. Nu moet jij voor haar wat kopen, een kleurpotloden en zo, hè. Ja, hier ligt het er 180. Ja, dan is het. Oh, dank jullie wel. Alsjeblieft. Daar ga ik wel knuffeltjes voor geven, hoor. Ja, dat ga ik niet eens. Oh. Ik ga het doen. Ja, dank jullie wel. Oh. Hier is weer een hele mooie trouw bezig. Nu met paard en koets. Daar staat ook volk. Oh my, je wordt ook de laatste tijd veel getrouwd. Beste mensen, er is een komen en een gaan. Ik ben nu heel stil, omwille van dat hieronder Alice ook al 9 van de 10 kansen al ligt te slapen. Het is al 10:30 door. Of iets juist voor 10:30 had ik dat niet zien. Al 10:30 door, dus 37 al, 22:37. De verjaardag van haar, dus de eerste dag, is al voorbij. En wat vond je daarvan? Leuk. Echt, had je dat ooit verwacht? Nee. Heb ik ook goed mijn mond kunnen houden? Ja. Oké. Je zal kijken, zal ik weinig zeg. Maar ik ben heel moe geworden, ook mijn stem deze pijn weg. Dus we gaan haar ook dan laten slapen. Ik ga ook richting Dromenland toe. Chrisje is ook richting Dromenland toe. Zij ligt hier langs, echt waar, in mijn woongedeelte. Dus waar ook mijn computer staat, mijn keuken, dat noem maar op. Dat is logisch, schat. Die gaat niet bij ons in bed liggen, hè. En dat is ook weer waar. Maar sommige vrienden, die leggen dan waarschijnlijk ook wel zo'n luchtmatras langs het bed. En daar ligt dan ook misschien de bezoeker. Dat kan ook gebeuren. Of jij hebt een zetelbed. Ja, op de slaapkamer. Dat kan ook soms, ja. Maar we gaan jullie nu laten. Vergeet geen kluitenimke omhoog te doen. Vergeet je om niet te abonneren. Plus op het belletje te drukken, dan weet je wanneer een video op online komt. Ja, op Psycho TV. Op Psycho TV, inderdaad. Toppie, goed gezegd. Dus slaap wel, mensen, en tot morgen. Yo. Yo.